kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van City Skylines. Goed jongens, welkom terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan weer lekker verder waar wij gisteren waren gebleven. Komt helemaal goed. Perfect premier. Ja. Zoals jullie natuurlijk weten, heb ik ook een aantal windmolens weggehaald. En nu wil ik eigenlijk proberen om nu even opnieuw terug te bouwen. Hier kunnen ook wat windmolens staan als het moet. Wat ik die alweer gesloopt. Die. Oh ja, hier opzij. Ik denk niet dat dat nu gaat. Laten wij daar even mee wachten. Dat we al die buslijnen die ik nu heb, dat we die even gaan verwijderen. Kijk, dat vinden ze allemaal niet leuk. Maar er komen nieuwe. Laten wij hier eens mee beginnen. Hier komt de eerste. Waar komt die te rijden? Hier zo denk ik. Dus dit hele stuk wordt één zo'n lijn. Dan moeten we even kijken dat ik hij gewoon kijk, en deze straatjes, dat hoeft denk ik niet zo, hierin. Dan hier tegenover. Dan hier. Komt er. Nu zo erin. Dan kan ik hem zo rijden of laat ik hem zo rijden? Ik laat hem zo rijden. Kijk. En dan kan die de lijn compleet maken. Oh, die rijden wel allemaal zo rondjes. Nou, dat moeten ze allemaal zelf weten. We beginnen met de volgende. En de volgende die gaat hier rijden. Nou, kijk, normaal ga dan hier ergens tussen stoppen. Maar dat doen we nu niet. Nu laat ik hem hier zo goed stoppen. Ik ga even kijken hoe ik hem. Ik kan hem eigenlijk ook hier zo laten staan. Laten we stoppen, dus dan rijden we hier zo langs. Kijk. Hier stopt hij. Dan stopt hij hier in het begin nog. Hier op het einde nog. En dan kan die. Dan zoomen we hem gewoon op één plek dat hij er eentje gaat stoppen. Dus dan stopt hij hier. Nou nee, laten we hem maar neer gaan zitten. Compleet terrein. Dus dan heeft hij dit. Hier.
Ja, hier moet ik maar afwachten tot een buslijn. Hier komt wel een buslijn, maar heeft dan wel die. Ja, zie je, hij heeft dan die toch wel twee kanten op moet. Maar dat fixen wel dat die gewoon bij allebei kan komen. Dus dan komt die hier, die komt dus vandaar. Kijk het. Dit is hier zo beginnen aan deze kant. Of hij moet. Ik ga kijken of ik hem. Hier zo. Kan laten gaan. En dan moet hij wel. Nog een keertje terug. Hier ervoor. Zit weer hier. En dan kan ik hem gewoon hier zo laten stoppen. Zie je dat dat gaat? Dan heeft hij eigenlijk gewoon één lijn wat ja, toch wel hier zo gaat. Rijdt hij wel twee keer en dan kan die zo, kijk, dan rijdt hij een flink stuk terug, maar dat is niet erg. Dan hebben we deze kant gehad. Ja, nu moeten we hier nog en dan moeten we nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus als we hier zijn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus dit wordt dus 2. Deze stuk wordt dus 1. En hier ook. Ja. Ja, nog eentje laten beginnen. Kijk. Hiervoor natuurlijk. Kijk, die zijstraten dat hoeft niet per se. Ja, dan zat hij hier zo een beetje in het midden. Start hij hier, dan heb je dit stuk ook nog. Ja.
doe jij hier zo? Nee, dit is geen goed idee. Laten we die verwijderen die ik nu heb staan. Dan beginnen we even opnieuw. Hier mijn hand. Dan moet hij niet hier komen, dan moet hij eigenlijk hier zo. Ja. Moet hij eigenlijk een beetje terugrijden. Dan rijdt hij hier zo. Door. Kijk, dan zit hij zo. En dan pakt hij hier zo de weg terug. Dan kan hij hier zo complete the line. Dan start hij. Dit stuk start hij hier. Moet ik hem hier zo gaan starten of daar? We hoeven hem niet per se. Ja, we kunnen ook gewoon zeggen we starten hem hier en daar eindigt hij dan. Want het is niet zo'n hele grote. Dan start hij hier zo weer. Hiervoor nog. Kijk, dan heeft hij. Kijk, en dan staat hij hier zo. En dan ga ik hem hier compleet maken. Nog eentje nodig. Die hier zo terecht. Voor het ziekenhuis, dat moet ook. Als ze naar het ziekenhuis willen. En anders moeten we bij het ziekenhuis ook een aantal stations gaan maken, omdat er toch veel naar het ziekenhuis moet. Hè? Kijk. Hier terecht en dan gaat hij zo compleet aan. Als het moet kunnen we hier ook nog een extra bus neer gaan zetten om hier zo bij, als het moet. Deze kant daar gaat nu deze kant. Zal die dat gaan doen? Nou, het beste is om gewoon ook gewoon via zo te doen.
Zo. Deze kan wel. Deze kant terug. Deze kant. En deze kan je dan naar beneden. Een mooie lijn. Die kant. Complete line. Hoe moet ik er dan nog? Ja, hier twee. Ja, het gaat net. Er is nog één lijn vandaan. Maar we kunnen als het moet. Kunnen we hier zo. Ook bussen laten stoppen aan deze kant. Als het moet. Dus. Hier één. Voor deze kant. Deze kant is iets groter. Ik ga hem. Hier, deze kan laten starten. Start hier. En dan. Dan ga ik hem hier zo. Stoppen, kijk. En dan kan die helemaal weer terug gaan. Vinden zij leuk. En dan nog eentje voor hier. Die is ook vrij klein, maar dat is niet zo heel erg. Hop. Dan haal ik hem ook gewoon. Even starten. Deze kant. Zo. En dan rijdt hij hier zo. Een complete line. Goed. Nu hebben we uiteraard dat gedaan. Maar het ziekenhuis, daar mag ook best wel wat bussen naartoe. Zelf, je woont hier en je hebt geen vervoer en je moet naar het ziekenhuis. Het is wel handig om te gaan. Of we zeggen, we pakken. Ik heb er nog drie vrij, dus eentje voor daar, eentje voor daar. En dan één. Buslijn voor dit hier. En de andere is natuurlijk voor helemaal aan de andere kant van de stad te komen. Dus ik ga nu een ziekenhuis bus laten starten. Die ga ik ook gewoon via hier laten komen. Kijk, dan ga ik hem hier zo laten starten en dan gaat hij op verschillende plekken stilstaan. Is dit sneller? Laten we die heel even weg doen.
Hoe kunnen die pas hier starten? En dan... Ik op ieder punt... Ik kan best om hier te doen. Hier A1. Ze kunnen gewoon namelijk de weg overlopen. Ja, dat is handig. Dat is handiger. Goed. Dan gaan we dat doen. Dat is om gewoon je woon neer te zetten. Kijk, want die rijdt juist terug, hè? Start hier. Dan gaat hij hier naartoe. Dan. Ja, moeten we die kan moet die ook hebben. Hè? Ja, anders. Dan gaat hij via deze kant, gaat hij de andere kant. Dan stopt hij hier. Die eigenlijk terug. Ja, dan rijdt hij gewoon zo eenmaal terug. Ja, dat is niet handig, want de mensen moeten ook natuurlijk terugkomen. Dus dan gaat hij via dezelfde weg. Gaat hij terugkomen? Staat hij ook hier? Complete line. Kijk, dan is er in ieder geval het ziekenhuis. Van het grootste ziekenhuis is die. Kijk, en op een gegeven moment gaat hij dus weg. Dus nu zijn alle bussen. Die rijdt nu allemaal terug. Zijn nu allemaal blauw geworden. Even hier komen dat nieuwe bussen aan. Ga kijk eerst allemaal zo. Zo lukt met de 100. Als dat 100% als dat niet lukt, ja dan gaat hij op 50%. Dus laten we even. Gaan kijken, hier zo staat nog niemand, natuurlijk nog niemand. Dus hier zo top 1 voor naar het ziekenhuis. En dan nog 2. Het ligt er hoe groot dat die wordt. Het wordt niet zo'n hele groot, dus die kan ook in 1. Dus ja. En dan kan die in 1, dan kan die toch daar. Dan kan die andere. Kan die andere danen kan we die andere gebruiken voor. Voor na het andere hoofdstuk. Ja, het is even druk. Ik weet het.
staat nu nog niemand. Kijk eens wat een rij dat er staat. Polonaise met bussen. Er staan hier wel wat mensen. Ja, nu is het even hartstikke druk. Op een gegeven moment lopen ze uit, hè. En deze bus die zijn... gaan naar het ziekenhuis. Ja, dat dat is echt druk hier. Zo gewoon hier zo stil, hè? 10.000, we kunnen trein gaan kopen. Nice. Dat gaan we dus de volgende keer doen. We hebben 89.000, dus dat gaan we vrijdag doen. Ja, dan ga ik het hier eens laten. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot vrijdag dan weer, jongens. Mazzel.